ik ga eitjes verstoppen met mijn nichtjes. Paaseieren versieren is wel leuk. Ja, als je klein bent wel, ja. Ik ben ook klein. Over 2 weken is het weer Pasen. Veel mensen zullen gezellig samen brunchen, familie bezoeken of gezellig samen dineren. Baby, het is tweede paasdag. Dat doe ik wanneer op de eerste paas mag. Hallo, gaan jullie Pasen vieren? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. Waarom niet? Weet ik niet. Verdiep ik mij niet in hoor. Oké. Een hele moeilijke vraag. Hallo, gaan jullie Pasen vieren? Nee, volgens mij niet. Wat gaan jullie doen met Pasen? Eigenlijk niks. Helemaal niks? Nee. En jij? Ik heb geen idee. Ik ga naar stage, denk ik. Paasontbijt op stage. Toerist. Sorry? Toerist, oui. Ja. Oh, bonjour. Oké, salut. Ik kan geen Frans. Gaat u Pasen vieren? Nee. Waarom niet? Nou, vieren wij nooit. Gewoon met mijn gezin chillen. Lekker chillen en paaseitjes eten. Ja, precies. Ga je nog uit eten of zo? Nee, ik denk gewoon thuis. Waarom ga je geen Pasen vieren? Ja, weet ik eigenlijk niet. Is niet gezellig met familie of zo? Ja, misschien ga ik wel gezellig zijn, maar... Gezellig? Ja. Ben je dan wel aardig met Pasen? Ja, dat wel, ja. Paasontbijt met mijn ouders. En jij? Ja, ik heb tot nu toe elke keer paas met mijn familie gevierd. Dus gewoon een weekendje weg. Maar nu moest ik dus helaas werken. Jij gaat het wel vieren. Wat ga je doen? Ik ga eitjes verstoppen met mijn nichtjes. Ah, dat is wel heel leuk. Wel met de familie een beetje eitjes versieren of zo. Maar voor de rest staan we niet heel veel bij stil. De laatste jaren lijkt men meer invulling te geven aan deze feestdagen. Hiermee lijkt het erop dat deze dagen meer beginnen te lijken op de kerstdagen. Wat vind je van de stelling, Pasen is het nieuwe kerst? Oh, dat vind ik niks. Nee, dat is niet waar. Krijgen we dan ook cadeautjes? Ja, dat weet ik niet. Krijgen jullie cadeautjes met Pasen? Nee. Dat klopt eigenlijk niet, qua wat er in de Bijbel staat. Zeg maar, dan is het gewoon een ander verhaal. Dus... Maar qua feest? Ja, qua feest vind ik het op zich prima. Nou ja, het is natuurlijk wel zo met het christelijke verhaal. Dat waren wel 2 verschillende ideeën. Ik vind het wel goed dat het allebei bestaat. En voor mij mag het ook apart blijven staan. We moeten niet die ideeën gaan vermengen of zo. Dus ik ben het er niet mee eens. Nou, we vieren kerst ook niet uitgebreid. Dus ik heb er ook niet echt... Het is altijd wel gewoon rustig. Ja. Ik ga niet met paas een kerstboom opeens opzetten. Nee, maar wel een paasdak. Ja, precies. Ja, dus in principe vind ik het wel hetzelfde. Paas lijkt in principe niet echt op kerst, want... Nou, het is natuurlijk wel gezellig met familie en zo, maar ja, kerst, hoe leg ik dit uit? Ik vind het toch wel iets heel anders dan kerst, ik weet niet. Ja, nee, ik vind het dat is heel anders. Beetje... Het is wel een familieding, maar alsnog wel toch net iets anders. Dus ja. Kerst is belangrijker of zo, vind ik, denk ik. Ik vind Pasen is meer met alleen mijn ouders en mijn broer bijvoorbeeld. En kerst echt met de hele familie en ooms en tantes. Elk voordeel is een nadeel. En daarom gaan we op zoek naar de top 3 van ergernissen over paasdagen. Nee, eigenlijk niet. Maar jij viert het niet. Nee, vroeger toen ik jong was een beetje paaseitjes zoeken, maar verder niet echt. Ook niet dat je naar stomme schoonfamilie moet of zo? Nee hoor, heb ik nu nog geen last van. Verplicht naar de woonboulevard? Winkels dicht? Nee, ik vind het altijd wel chill om even een weekend vrij. En ook even geen school en lekker met het gezin, dus dat vind ik wel prima. Niet verplicht naar de woonboulevard met de familie? Nee. Winkels zijn dicht, irritant joh. Dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Nee. Gewoon lekker relaxen en we zien het wel met Pasen. Niet echt. Nee, ik vind het altijd wel leuk. Prima. Te veel chocola. Ja, dat is slecht voor de huid. Klopt. Paaseieren versieren is wel leuk. Ja, vind ik wel. Ik ook. En jij? Ja, als je klein bent wel, ja. Ik ben ook klein. Okay. Vond jij deze video nou leuk? Geef hem een like en volg ons op YouTube en Instagram op WZHV19.